de kleuren met bloemen vandaag bij Marcel. Ja, die schijnt niet zo handig te zijn met planten. Of die dat met bloemen is, dat weet ik ook niet. Marcel, ik sta in je huiskamer. Jij zei dat je niet zo handig was met je groene planten. Ja, dat klopt. Ze zijn nog groen. Ja, ze zijn nog groen, maar ja, ik krijg het niet voor elkaar om ze levend te houden. Nou, ik geef ze om de 5 weken water. Om de 5 weken? Nou, dat is niet te veel. Sommige planten moeten wel ietsje meer hebben, hoor. Maar eigenlijk is het verstandig om inderdaad weinig water te geven. Want te veel water gaan de meeste planten dood. Nou, het heet kleuren met bloemen. Ik begin met een bloemetje. Ik heb prachtige orchideeën. Ik heb een hele mooie amaryllis shepherd. Dus ik heb al wat kleur bij me. Ik ga gewoon aan de gang, joh. Je ziet het wel. We zien het wel. Prachtige roos. Het is echt een hele mooie roos. Moest kijken. Ik zeg altijd, een goede roos die heeft een dikke kont. Nou, dat hebben deze. Dit is de Avalaans. Avalaans is een hele bekende Nederlandse roos. Eigenlijk vind ik het mooiste als hij zo is. Dat hij net open gaat. Maar ja, hij wordt natuurlijk groter. Maar moet je eens kijken hoe mooi die in die vaas staat. Wat je altijd moet doen. Blad zoveel mogelijk eraf. Schuin aansnijden. Zo op deze manier. Dat schuin is. Zet hem dan op de vaas. En dan gaat hij een tijdje mee. Kijk, dit is een hele aparte vaas. Dan moet je kijken. Die staat zo. Dat is eigenlijk deze vaas. Is het in het groot. Een mooi trucje. Je kan hem zo opmaken. Kijk. Je kan ook dit doen. Dan heb je hem zo en dan maak je hem zo op. En dat ga ik doen. Ik laat deze twee zo staan en deze ga ik zo opmaken. Van Marcel hele mooie orchideeën. Dan moet je kijken. Deze is zelfs met 3 takken. Kijk, het mooiste is als je hem eigenlijk in de knop aanschaft. Want dat betekent dat als hij dan openspringt, dan bloeit hij ook echt 10 weken. Terwijl als hij zo in de knop staat, dan weet je niet hoe lang hij eigenlijk al precies bloeit. Maar als je hem zo hebt, dan weet je zeker, hij begint bij mij en dan bloeit hij ook 10 weken. Het venenschoentje, de Favio pedalum. Heel ingewikkelde naam, het is een grondorchidee. Maar het is een echte orchidee. Dat betekent dat je hem dus dompelen moet, 1 keer in de week, uit laten lekken. En dan zet je hem zo terug in zo'n pot. Maar moet je kijken, met 3 takken deze. Ik zal zo ook een andere laten zien, want ik heb ook nog een andere kleur. Ik heb ook deze en die zet ik in deze mooie koperkleurige potjes. Dit is ook een Favio pedalum. Dat is de Latijnse naam voor venenschoentje. Dit is de Maudie Femma. En dat is een heel mooi verhaal. Die kwekers die hebben deze zelf eigenlijk ontdekt door middel van kruisen. En die hebben ze vernoemd naar hun 2 dochters, Femke en Marit. Dat is natuurlijk heel leuk. Ze zijn ook heel trots op deze planten. Kijk, en die heb ik met potje en al hierin gezet. Wat moet je nou doen? Je moet ze eigenlijk, je kan ze er niet uithalen om te dompelen. En toch moet je ze 1 keer in de week water geven. Pak je gieter boven het potje, want die zit er gewoon in. Het potje mag je namelijk nooit van een bloeiende orchidee afhalen, want die is er gelijk uitgebloeid. Hij zit er met potje en al in. Je pakt je gieter even erboven. 1 tel dus, water meer niet. Doe je 1 keer in de week, dan blijven ze een tijd bloeien. Doe je dit niet, dan verzuip je ze, dan vallen de bloemen eraf en dat is zonde. Kijk, en hier zitten ook knoppen. En dat betekent als je open gaat, dat die 10 weken bloeit. Kijk wat leuk in deze amaryllis. Ja, dat is de Sonatini. Dat is de kleine amaryllisje wat je later in de tuin kan zetten. Hypiastrum is het eigenlijk. Ik heb hem hier in het rood. Hier heb je in het roze en je hebt hem ook in het wit. Het zijn bollen die voorgeselecteerd zijn, want ze staan in het gouden potje. Dat betekent dat op sommige bollen zitten wel 2, 3 takken. Dus die kan nog behoorlijk lang bloeien. Ik heb ook hier hyacinten. Kijk, die heb ik ook hier zelfs met een kerstbol, want het gaat natuurlijk weer kerstmis worden. Maar nou is Marcel die is gekker op tulpen. Dus ik ga tulpen, die ga ik voor hem in het potje zetten. Want deze tulpen, die zijn op een speciale manier gekweekt. Die worden niet lang in de huiskamer, maar gewoon spontaan bloeien. Nou Marcel, ik heb je wel in de bloemetjes zitten. Nou, het ziet er geweldig uit. Hey, je planten zijn vervangen door orchideeën. Nou, is met die orchideeën zo, die bloeien 10 weken en dan is het afgelopen. Moet je niet schrikken dat je denkt, oh, ik heb iets fout gedaan. Mm-hmm. Ze gewoon blijven verzorgen en op een gegeven moment gaan ze weer bloeien. Okay. Maar dat doen ze. Daar hoef je niks ingewikkelds voor te doen. Voor de rest, ja, er staan allemaal kleurtjes in. Nou, dankjewel. Ja, dit heet kleuren met bloemen. Is gelukt, hè? Ja, dat is zeker gelukt. Zo is het maar. Wil je nou ook terugkomen kleuren met bloemen? Moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. En misschien kom ik langs.